I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Zo, aangekomen in mijn huisje. Ik heb besloten dat ik het niet meer ga hebben over mijn kamer. Dat klinkt zo denigerend. En het wordt gewoon mijn huis. Het is mijn huis, dus het is gewoon mijn huisje. Gisteren en maandag ben ik hier bezig geweest met mijn oom en mijn tante en zo. En die zijn nooit van het vloggen. Die hebben zoiets van, je gaat toch niet ons filmen? Nou, oké, dan niet. Dus vandaar dat ik vandaag pas de camera pak. Maar in ieder geval, ja, het begint ergens op te lijken. Ik heb mijn bankje bij het raam staan. Mijn bank, daar moeten dan nog de roezen overheen. Maar het vetste vind ik eigenlijk wel dit hoekje geworden. Daar kan ik nu allemaal foto's en zo ophangen. En lekker mijn grote eettafel, wat gelijk mijn bureau is. Daar komt mijn televisie. En ook al heb ik mijn inloopkast moeten opgeven, ik heb nu onder mijn bed dit gecreëerd. Spiegel hangt. Ik heb hier lekker mijn side table. Daar komt een la in. En hier heb ik dan een wand vol met bakken. En daar heb ik echt super mazzel mee gehad. Want deze bakken had ik dus al staan in mijn oude inloopkast. En die passen echt op de centimeter nauwkeurig. En hier heb ik dan mijn hanggedeelte. Dus ik ga starten om al mijn kleren uit te zoeken. Oké, ik doe aan eerlijke vlogs. En nu komt er een momentje dat ik denk van, spijt van dit bed. Dit is dus hoog. En dat betekent dus ook dat je je bed moet opmaken op deze hoogte. Dus dat wordt nog een dingetje. Oké, here we go. Oké, het leek moeilijker dan ik dacht. Nou, mijn bed is opgemaakt en nu ga ik eventjes mijn bakken indelen van mijn wand en kijken wat ik in mijn hanggedeelte ga doen. Aangezien ik een deze dagen toch in mijn nieuwe kamertje ga slapen en het er dan op zit dat ik bij papa woon, dacht ik, ik ga die man eventjes feliciteren dat hij het overleefd heeft met mij al die weken. Dus ik neem hem even lekker mee uit eten. Dus verderop in de straat even een hapje eten. Nou, daar zit ik dan. In het raamkozijn nog even te kijken naar de zonsondergang. Ik had niet echt een datum gepland dat ik mijn huisje in zou gaan. Of tenminste, eigenlijk wel. Ik wilde het van het weekend doen. Dan zou mijn zusje langskomen, mijn nichtjes. Maar ik dacht, dan ga ik er weer zo'n big deal van maken. En dan wordt het weer janken als ik hier ben en weet ik veel wat. Ik dacht net, weet je wat, ik ga gewoon hier alvast slapen. Zodat ik hier gewoon nog vanavond even lekker door kan gaan met opruimen. Want er moet echt nog wel een hoop gebeuren. En dan zie ik het wel. Ik vind het wel spannend dit. Maar ik ga het gewoon doen. Nou, daar lig ik dan. Eerst een nachtje. Ik ben benieuwd hoe ik het ga doen als bizarre slaper. Goedemorgen. Nou, de eerste nacht is me echt enorm meegevallen. Ik heb echt lekker geslapen, geen rare dingen uitgehaald. Ben overigens niet zo wakker geworden hoor. Ik had al gewoon even snel zin om me lekker op te maken. Dus, dus ik ben blij, want slaap is voor mij echt altijd wel een dingetje. Voor de mensen die mij al langer volgen of kennen, die weten dat ik aan bizarre slapers heb meegedaan. Omdat ik echt heel lang een slaapstoornis heb gehad. En zo niet, Google een keertje aflevering 2 van Bizarre Slapers. Dan kan je mijn hele verhaal zien. Dus ik ben blij. Ik heb er vertrouwen in dat het goed gaat komen hier. Omdat tante Suzanne degene is die me de afgelopen weken zo enorm geholpen heeft met mijn huisje, wilde ik haar graag even bedanken.
Ik heb haar ontvoerd, of nou ja, ik heb haar onder dwang in de auto gezet en gezegd waar ze heen moest rijden, om haar dus naar AIDA mee te nemen. Ik wilde het nog als verrassing houden, maar we zagen net een bordje, waar gaan we heen? AIDA! Yeah. Nou, het grappige is dus dat ik zei van, weet je wat, we rijden er wel gewoon heen en dan kijken we daar wel of er iets te eten is. Maar er staat hier dus een veldje vol met allemaal leuke foodtrucks. En we kunnen nu niet kiezen wat we moeten nemen. Ik zie mezelf niet, maar dat maakt niet uit. Als jullie me maar zien. Maar waarom zou je iets kiezen als je gewoon kan delen? We gaan gewoon van alles iets proeven. Welkom bij AIDA. Tijdens de show mocht er niet gefilmd worden. Super jammer, want ik had jullie graag iets laten horen. Want ze waren echt geweldig. Achteraf baalde ik wel, want ik was veel te braaf geweest. Ik zag namelijk allerlei beelden op social media voorbij komen. Heel blij dat ik toch nog de kans heb gehad om deze show te zien met deze geweldige cast. Extra blij was ik om Nigel nog even te zien, want over 2 weken vliegt hij naar Engeland om daar een jaar lang in The Lion King te gaan spelen. Nu kan ik altijd uren kletsen met deze lieverd, maar hij is nooit zo dol op interviews. Nee, maar ik ga niet aan jou viewen. Ik ga alleen maar zeggen tegen die daar die zitten te kijken dat je het zo leuk gedaan hebt. Want zo nou! En ik weet ook wel dat het een gesprek gaat worden van niks, want het is met jou. Weet je, dat doe ik altijd. Ja, daarom. Altijd. Ja, maar heb je genoten? Ik heb zeker genoten. Ik ook. Wat wil je zeggen? We zijn bijna klaar. Nog 2 shows en dan is AIDA klaar. Ja, en... Als ik nou op die Instagram, die gaat naar de andere kant van de plas. Lion King UK Tour. Vertel eens, wat ga je doen? Hetzelfde wat ik hier was, een swing. Een vocal swing. En swinger. Ik ben een... Nee, sorry. Yes. Nee, en een understudy van Simba. Ja, vet. Allemaal in het Engels. All in the English, so you can... Do you know what I mean? Yeah, you're gonna sing... You feel the love tonight. The breeze the evening brings. Ja, zie dat. Nog iets meer. Ja. Maar dat zie je pas in Engeland. Ik wens Nigel heel veel geluk aan de andere kant van de plas. En wie weet ga ik nog wel eens een keertje die kant op om daar te bekijken. Je ziet de beelden wel. Doei! Nou, en dan was dat de vlog van deze week. Ik heb niet echt maandag, dinsdag, woensdag gedaan, maar gewoon de dingen die er deze week noemenswaardig waren. Volgende week heb ik een hele leuke meeting. Ik heb de verjaardag van Saressa. En verder weet ik eigenlijk nog niet precies wat er gaat komen. Oh ja, Nina komt logeren. Ik ga denk ik dan eindelijk mijn kamer kunnen laten zien dat hij helemaal af is. Even het laatste puntje op de i zetten de komende dagen. En dan kan ik jullie laten zien hoe het hier geworden is. En voor de rest zien we het wel volgende week. Bedankt weer voor het kijken. En tot volgende week. Oh ja, en er komt over een paar dagen nog een extra vlog. Met de backstage blik bij de Miss Nederland verkiezing. Dus die gaat nog extra komen. Dus jullie hebben al eerder een vlog dan de wekelijkse vlog op maandag. Dus nu echt doei!